Eiersalade is echt een prachtig broodbeleg. Alleen degene die je in de supermarkt kan kopen zijn vaak heel erg zalverig. En omdat het heel erg makkelijk te maken is, maak ik het liefste zelf. Begin eerst met het koken van de eieren. In 7 minuten zijn ze hard gekookt. 4 eieren betekent ongeveer voldoende voor 4 personen. Die prak je vervolgens wanneer je ze in stukjes hebt gesneden. Daar gaan 2 à 3 eetlepels mayonaise bij. Die doe je in een kom. Een theelepel mosterd. Een gesnipperd rood uitje en bieslook. Daar gaan dan de eieren bij. Meng dat goed door elkaar heen. Breng op smaak met peper en zout. En dat is het al.